Wat ik wel heel erg jammer vind bij dat United, het is echt een poenerige club geworden. En vroeger was, had je gewoon had je warme gevoelens bij die club met Ferguson en alles. En heel veel jeugd. Kicks, Scholes, Beckham, die broertjes Neville. Man, hey. En nu is het alleen maar kopen. En dan nog dat Nicky Butt, man, wat een elftal. Ja, en dat is zonde. En volgens mij is dat weggevallen toen die, onze vriend Ferguson is vertrokken. Bij Moyes vond je het al dat het op een beetje die kant op ging toen. Wat? Moyes, die deed het al een beetje. Die was een beetje te licht voor die club. Kijk, en Van Gaal heeft het daar ook niet zo geweldig gedaan natuurlijk. Maar die heeft dan nog een prijsje gepakt. Ja. Maar het is wel zo. En feestjes gevierd. Mourinho is het wel zo dat Mourinho, die heeft een, namens de club als boegbeeld een soort negatieve uitstraling naar buitenuit. En dat is heel kwalijk, ook voor zo'n shirtsponsor. Want met Mourinho als boegbeeld, dan krijg je toch niet waar voor je geld. Nee, maar jongens, 80 miljoen euro hebben ze winst gemaakt afgelopen jaar. Ja. Dus ja, die Amerikanen die vinden het prima, maar die Amerikanen interesseren ze natuurlijk ook met Mourinho helemaal niet voor geld. Opgeschoten, toch? Of voor voetbal. Als je het afzet tegen Van Gaal, zijn ze helemaal niks opgeschoten. Kijk, ik heb scheid aan Louis, maar op de een of andere manier vind ik toch ook nog wel leuk om zo'n Müller bij Bayern door te laten breken. Ja. Om zo'n Rushford door te laten breken. Nou, ik ben ervan overtuigd dat die Mourinho gaat die Rushford ook geen minuten geven volgend jaar. Dat komt gewoon met Griezmann, of daar komt gewoon weer een liet ook dat Lewandowski. Ja, dat mannetje kan wel voetballen, die Rashford. Waanzinnig kan die voetballen, man. Die deed toch mee met nationale elftal. Ik weet zeker, als Louis gewoon, dan had hij dat mannetje gewoon de kans gegeven. Ja, maar ook die Nederlandse jongen, die rechtsback, die komen allemaal niet in het beeld meer voor. Ja. Maar hij kan echt wel voetballen. Ja, hij kan echt gevaarlijk worden aanstaande woensdag. Die Rashford is echt een gevaarlijke jongen. Die is in goede handen bij Sanchez. Ja, denk jij? Heb Martial natuurlijk nog. Ja. En heb je die Lingard. Dat zijn allemaal wel jongens. Supersnel allemaal. Ja, maar Ajax heeft ook wel een paar. Ja, nee, daar ben ik met je eens. Maar we zijn nu even het analyseren van Manchester United, Johan. Om ook even de andere kant te laten zien. En die Mkhitaryan. Nou, ik vind qua creativiteit vind ik Manchester United altijd tekort schieten in de wedstrijd. Maar die Mkhitaryan, die heeft hij heel lang op de bank gehouden. Omdat hij, hij moet wennen. En kijken of hij het niveau wel aankomt. Maar die gozer kan wel. Waanzinnig. Die goede speler. Op zijn heupen krijgt. Bij Dortmund ook. Dat was bij Dortmund ook al een waanzinnige speler. Ja, natuurlijk. Kijk, wandelt er zo doorheen. Tuurlijk. Maar tegen zet maar af. Dat? Ja. Voor 4-0. Ja, dit wordt niet mogelijk. Nee. Ajax hoeft helemaal niet te gaan. Nee, maar wij doen er vrij luchtig over. Ja. Maar dat is gewoon een goed elftal natuurlijk dit. Er is niks mis mee. Ja. Nou ja, goed elftal, maar toch niet top in Engeland. Nee, nummer 6. Dat is zo'n begroting. Alhoewel die andere clubs natuurlijk... Maar dan gaat hij als hij wint, gaat hij nog naar de Champions League. Zal hij ook zeggen, ik hoor niet in de Champions League thuis? Nee, dat schreef je nog in je column. Je column gaat weer boven. Ik merk het aan je. Ja, waar gaat het over? Ja.